Ik ben echt gewoon echt heel boos en heel erg verdrietig. En ik hoop gewoon dat hij echt voor altijd hier wordt geschorst, want dit mag hij gewoon nooit meer iemand aandoen. Karin, die niet herkenbaar in beeld wil, schrok zich rot toen zij deze week zag dat tandarts Heersink, die uit het register is geschrapt, in Eibergen opnieuw een praktijk heeft geopend. In 2008 komt Karin met klachten over een loszittend kunstgebit bij Heersink en hij adviseert haar implantaten. De ingreep zelf vindt plaats in Heer Hugo Waard, waar hij op dat moment ook in een praktijk werkt. De nakontrole kon gebeuren in Karins woonplaats Almelo. En dan zou ik hem bellen en dan zou hij komen. Maar al wat ik belde, hij was er nooit. Hij was gewoon spoorloos verdwenen. Omdat Karin na de behandeling flinke klachten heeft, gaat ze naar het medisch tuchtcollege en daar blijkt dat er al meerdere klachten zijn. Via het tuchtcollege kwam ik erachter dat hij in 2006 al geschorst was. En dat ik dus eindelijk ben geholpen door een geschorste tandarts. Karin gaat naar een kaakchirurg om de aangebrachte schade te laten herstellen. Wat zei de kaakchirurg in Almelo toen hij het werk van zijn voorganger zag? Die vond het schandalig en die zag dus ook dat ik die implantaat in mijn neus had. En hij zei ook dat mijn kaak veel te smal was voor die implantaten. Dit is mijn bovenkaak en je kunt hier zien dat die twee al helemaal loshangen. Deze zit scheef. En daar kun je zien dat die dus al helemaal eruit is. En deze, die is naar mijn neus gegaan, die zat in mijn neusholte. Met behulp van een stuk bot uit Karins heup weet de kaakchirurg tijdens meerdere operaties haar kaak te herstellen. Mede dankzij haar aangifte volgt in 2008 een tuchtzaak tegen de tandarts. Hij zat daar echt van, nou, mij kun je niets maken. Hij wou zelfs nog mondeling toelichten aan de rechters, maar die wimpelde het weg en die zeiden dat hij wel genoeg had gedaan en gezegd. En ik had het idee dat het hem verder allemaal niet erg veel deed. Tandarts Heersink is niet bereikbaar voor commentaar.